Goedenavond, het is zaterdag 18 maart en dit is er in het Zeeuwse nieuws van vandaag. Boer Ger Bovee kreeg gisteren de schrik van zijn leven. Een van zijn lammetjes bleek te zijn doodgeschoten. Het 3 weken oude dier graasde in natuurgebied Rammegors bij Oud-Vossemeer. Ik merkte al dat de schapen onrustig waren en ja... Die waren ook niet, heel de koppel was niet compleet bij elkaar. En toen vonden we dat door lammen. Ja, dachten we eerst gebeten of zo. Maar ja, later bleek er maar één wondje. En bij een betere controle was het een gaatje. De schapenboer heeft aangifte gedaan bij de politie. Die roept getuigen op om zich te melden. Bovee weet niet in welke hoek hij de dader moet zoeken. Geen idee. Heb er iemand problemen? Kom het vertellen. Voorlopig houdt de boer zijn kudde extra in de gaten. Want het incident heeft de schapen niet onberoerd gelaten. Zeker de moeder van het lammetje niet. Nu zit hij te roepen en te zoeken eigenlijk, ja. Die mist hij wel, ja. De schapenboer overweegt zijn kudde naar een andere plek te verplaatsen. Gerard Rabelink is door de Boer-Burgerbeweging Zeeland voorgedragen als verkenner voor een nieuwe coalitie voor Provinciale Staten. Hij moet onderzoeken welke coalities er mogelijk zijn na de verkiezingen. De BBB won de verkiezingen en is met 9 zetels de grootste partij in de Staten. Welkom bij Café James. Terneuzen heeft er een café bij, Café James. Het is in buurtcentrum De Chameleon, speciaal voor Zeeuwen met autisme. Esther Vlaander is er 3 jaar mee bezig geweest om het van de grond te krijgen. Haar zoon James heeft autisme. En er was niet veel voor hem. Dat komt vooral door corona. En je steekt er best wel veel tijd in om het toch wat te organiseren. En daar had ik ook wel een klein beetje op miskeken. Maar nu is het zover, dus ik ben hartstikke blij. Café James houdt rekening met prikkels. Zo is er een aparte ruimte waar de bezoekers zich kunnen terugtrekken als de muziek te veel wordt. Ook de dansvloer is aangepast. We zullen hier op de lichten letten, zodat ze minder gaan flikkeren. Dus de mensen zullen er minder last van hebben, dus wat prikkelarm. Vanavond is de eerste keer met publiek. Esther verwacht zo'n 20 mensen van 20 tot 50 jaar. Vanuit Terneuzen en zelfs uit Goes. Het geeft volgens haar aan dat er behoefte aan is. Al is het voor zoon James wat laat. Die vindt het heel leuk. Ik denk wel dat het voor hem beter was geweest dat het 3 jaar geleden al was geopend. Omdat hij nou net 18 is geworden. Dus hij gaat wel een beetje meer uit op andere plaatsen. Maar hij gaat zeker ook komen en hij is er heel trots op eigenlijk wel. Ja. Ben je er zelf ook trots op? Ja, toch wel. Ik ben blij dat het eindelijk kan plaatsvinden. Het Joint Research Center Zeeland in Middelburg opende vandaag de deuren voor publiek. In dit gebouw volgen studenten van de HZ, UCR en Scalda lessen. Maar ze bouwen ook technische producten en doen onderzoek op het gebied van water, energie en voedsel. En dat trok veel belangstellenden. Ik rij hier wel eens langs. En ik weet dat er een mooi onderzoekding is. En ik denk, ja, dat moet ik toch zien. Kijk, ik doe daar verder zelf niks meer mee. Maar voor de jeugd, ja, dit is mooi. Onze zoons die hebben allemaal op de HZ gezeten. Dus dit is gewoon een vervoortzetting ervan. Ik ben inmiddels zelf gepensioneerd, maar nog steeds geïnteresseerd. Nou, ik ben zelf al afgestudeerd. Dus voor mij zit studeren er niet meer in. Maar ik ben nog sowieso wel geïnteresseerd in wetenschap. Dus vandaar dat ik even wil loeren. Maar ik ga hier zelf niet naartoe, want... Ik ben al klaar. Het gebouw is sinds februari in gebruik. Het kostte ruim 30 miljoen euro en is bedoeld om studenten en bedrijfsleven in Zeeland beter op elkaar aan te laten sluiten. En dat wil je dan natuurlijk wel aan iedereen laten zien. Ja, ik vind het heel mooi. Ik ben al heel lang betrokken, al bijna 5 jaar. En het is natuurlijk prachtig om iets wat eerst op betekening is, nu echt in levende lijven te kunnen laten zien. En zeker ook aan het publiek. En ja, het publiek geniet er ook van. Gedurende de hele open dag zijn er zo'n 750 mensen komen kijken naar het Joint Research Center Zeeland. Dit is niet het beeld wat oud-profvoetballer Sybe Schets graag ziet. Al een half jaar werkt de aanvaller hard aan het herstel van een ernstige knieblessure die hij afgelopen zomer bij zijn toenmalige club HSC 21 opliep. Ik voelde wat knakken in eerste instantie, niet eens heel veel pijn. Maar al vrij snel begon hij wat te zwellen en merkte ik wel dat het niet goed zat. De diagnose: opgerekte kruisbanden, een gescheurde meniscus en het ergste, kraakbeenschade. De dokter vertelt Schets dat hij rekening mee moet houden dat hij nooit meer kan voetballen. Na de operatie inderdaad
Ja, hoorde ik inderdaad dat de kans nog best aanwezig is dat ik nooit meer zou kunnen voetballen. Kraakbeen, dat groeit natuurlijk nooit meer terug. Dus ja, als ik een beetje nog wat jaren mee wil gaan, dan is de kans op slijtage wel aanwezig. Wie heeft de schaar in huis, geeft hem dan voor. En dat doet Siebe Schets heel mooi. Het is 2-0 voor Goes. Ik heb natuurlijk mijn leven lang gevoetbald en ook wel op leuk niveau. Dus ja, ik mis het wel natuurlijk. Dat is ook niet gek. En op welk niveau dat dan ook gaat zijn, ik zeg niet dat ik nooit meer ga voetballen inderdaad. Maar voorlopig is het voor Schets werken aan zijn herstel en dan maar hopen dat hij ooit weer doelpunten kan maken. Vanmorgen trokken er een paar buien over Zeeland, maar grotendeels bleef het in de ochtend droog. De zon kwam er vandaag ook nog aan te pas, zoals hier te zien aan de kust bij Vlissingen. De zon zorgde ervoor dat het land inwaarts toch een graad of 16 kon worden, maar de thermometer langs de kust bleef steken op 13 graden. Nou, we hoeven niet lang te wachten op de volgende neerslag, want vanmiddag en vanavond trekken er diverse buienlijnen over Zeeland. Deze buien kunnen lokaal best pittig zijn, met de klap onweer en er is zelfs wat kans op hagel. Vannacht verlaten de buien Zeeland in het noordoosten en zakt de temperatuur naar een graad of 7. En morgen krijgen we dan een vrij rustige dag. Een mix van zon en wolkenvelden en een verdwaalde bui. Het wordt morgen aan de kust 9 graden tot 11 graden landinwaarts. Dan de vooruitzichten. Maandag wederom een vrij rustige dag die meest droog zal verlopen. En we hebben dan een maximum temperatuur van 12 graden. Vanaf dinsdag komen we weer in de wisselvalligheid. Een iets toenemende wind en ook iets toenemende temperaturen. En vooral van tijd tot tijd een bui. En tot zover. Later vanavond ben ik of Elsa nog bij u terug met Zeeland de Week of de Terugkijkenquiz. Veel plezier daarbij en alvast een fijne avond.